Ja, voor dit werk ben je kunstenaar. Dat klinkt dan heel verfijnd, maar eigenlijk ook een soort halve bouwvakker. Eigenlijk zodra er een machine bij komt kijken, dan is het altijd extra leuk. Dat betekent dat je groter gaat en hoe groter, hoe beter zichtbaar. Deze muurschildering is ook de grootste tot nu toe van de kunstenares Annex Bouwvakker uit Rotterdam-Noord. Ik heb hier mijn ontwerpje. Dus het is een, een soort botanische schildering met een hommel erin. En eigenlijk, ik kies vaak voor een beetje apart dieren of dieren die of een beetje raar zijn of met uitsterven worden bedreigd. En dat valt dus in deze categorie. Hommels, bijen, om daar een beetje aandacht voor te vragen, zeg maar. En natuurlijk ook, het is ook prettig om iets te maken wat er prettig uitziet. Dus planten en dieren, dat vindt bijna iedereen wel fijn om te zien. En terwijl Nina Valkhoff druk bezig is met haar spuitbussen en pottenverf hoog in haar bakje, staan ze beneden op straat haar bewonderend toe te kijken. Het is een heel gedoe en zij heeft de tekening op schaal natuurlijk, bij zich. En dan moet ze ook nog eens de hoogwerken bedienen, dus ik vind het top 5. Ja, ik vind het heel geweldig. Ik vind het heel mooi. Ik maak een schets en ik moet steeds naar achteren om te kijken of het goed gaat. En ook met schilderen, ik denk dat het goed gaat, dus ik zit er helemaal op. En ik moet dan elke keer, dan zwaai ik de machine helemaal naar de overkant. En dan kijk ik zo en dan denk ik, oh, was ik dat aan het doen? En dan ga ik terug en dan corrigeer ik het weer. En dat dan de hele tijd. Dus ik ga de hele dag, mensen zullen wel denken van, ze is die muur aan het schilderen. En we zien er de halve tijd die kant op zwaaien. Ik vind ook de kleuren heel mooi. Het lijkt wel als het echt ziet vliegen, die hommel. En het verrijkt heel erg de, toch wel een beetje grijze straat. Hè? Ja, dat is fantastisch. Ik merk ook op internet die ook zeiden van, oh, fijn muurtje. Dus het is echt wel, als je dit soort muren schildert voor je werk, dan herken je ook wel van, oh ja, dat is een heel goed muurtje. En dat is dus dit.